deze nieuwe video van Bolstar. Je weet dat ik gisteren een filmpje heb geplaatst op TikTok. En normaal reageer ik nooit op haat. Maar ik dacht, als we nu eens een filmpje daarover maken, welke haat ik allemaal krijg. Ik ga het ook allemaal een stukje voorlezen, geen namen. En dan gaan we eens kijken wat ze allemaal doen eigenlijk om mensen echt naar beneden te halen eigenlijk. Dus ik zal misschien het video ook hier kunnen proberen hierin te zetten. En dan zal ik de commentaar voorlezen. Want ik merk wel dat er heel veel haat te komen is. De meeste haat hebben ze verwijderd momenteel. Maar er komt dus nog altijd haat binnen. En wat wel positief is, dat nu de volgers omhoog gaan. Plus ook natuurlijk de kijkers. De kijkers hebben natuurlijk... Filmpje is echt viraal gegaan. 333k. Dus dat is toch wel heel veel. Maar we gaan straks wel even reageren op de haat die erop gekomen is. Om jullie te bewust te maken van dat soort dingen eigenlijk niet kunnen. Iedereen doet elk jaar mee. Ook met Stippet. Bijna iedereen. Behalve mensen uit andere landen. Het zijn ook vooral kleine kinderen denk ik, die erop reageren. Maar ook ouderen. Dus ga ik dit wel even aan jullie laten zien. Maar ik zei het, namen worden niet genoemd. Zo, we zitten er klaar voor. Ik heb even gewacht om... Het is al wat donkerder aan het worden. Om echt iedereen binnen te krijgen in de... Mensen die geschreven hebben. Ik wil ook nog maar even benadrukken. Dat de mensen die haat hebben gegeven naar mij toe. Dat ik dat eigenlijk niet zoveel aantrek. Maar omdat ik wel eens eventjes wil zeggen. Van wat haat ook wel kan teweegbrengen eigenlijk. En welke haat er eigenlijk het meest onder de video staan. Want uiteindelijk, het is eigenlijk wel een heel leuke video. Die heb jullie ook kunnen zien ondertussen. Dus het is echt wel een hele mooie en leuke video. Het is eigenlijk ook allemaal gekomen omdat ik heel veel jongens ook dat zag posten. En ik dacht, ik ga het ook eventjes gewoon doen. Dus en daarmee is het haat gekomen. Ik ga ze allemaal één voor één voorlezen. Ik hoop dat ik de geluid... Dus op mijn videootje. Ik heb in totaal 5.205 gekregen. De meeste reacties zijn ook goed. Dat ga ik ook even voorlezen. Dus de meeste reacties zijn ook van veel succes. Ik ga duimen. Super goed gedaan. Cutie. Geen haat. Ik ben jong of meisje. Dan kijk ik veel. Ga je autistisch doen voor K3. Net als de anderen. Zo leuk. De meeste van de comments zijn gewoon mismaakt. Een klik. Goed gedaan. Je staat prachtig met jullie neus aan negatieve commentaar. Dus dat was eigenlijk allemaal wel heel goed. Je ziet iedereen zuur over de haat komen terwijl je niks ziet. Ik heb ook in het begin alles gewist. Hij is gewoon zichzelf laten gewoon doen, dus dat kwam eigenlijk nog wel goed. En dan heb je eigenlijk de commentaar die erop kwam. Dus dit is genoeg TikTok voor een paar weken. Bedankt voor de nachtmerrie. Dat is eigenlijk, dat valt nog redelijk mee. Deze dingen eigenlijk, daar hebben er ook mensen onder gereageerd. We zullen je zeker niet missen en zo'n ding allemaal. Hè. Schrijf in voor KD, dat is een goede reactie. Dus scheer je baard, waarom zou ik hem moeten scheren? Dan hebben ze hier ook nog andere commentaar opgegeven eigenlijk. Van je bent een hoer. Ook woord kanker is ook heel vaak gebruikt. Eigenlijk kanker is een ziekte mensen en daar wordt eigenlijk nog heel vaak mee gespot. Terwijl er ook altijd mensen doodgaan van kanker. En dat zijn meestal ook mensen die geen naam hebben. Dus die bijvoorbeeld funky eten of wat dan ook. Die dan haat onder hun video plaatsen. Dus ik zeg het, ik maak me daar ook niet echt zorgen. En ik zeg het, die maken mij allemaal top eigenlijk. Wat zij nog hebben geschreven is bijvoorbeeld van ik haat jou. Er was ook, is dat ook sterf. Hè? Dus ik moet eigenlijk sterven. Dat is heel erg. Want er zijn mensen die deze commentaar ook dagelijks krijgen. En die echt wel uit het leven stappen eigenlijk op deze commentaar eigenlijk. En ik wil er nog eens benadrukken. Als je iets niet leuk vindt of je vindt van dit is niet wat ik wil zien. Je hebt altijd twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is door te blokkeren. De tweede mogelijkheid is gewoon doorgaan. Maar daarvoor moet je een mens niet de grond in boren. Dat je iets niet mooi vindt, dat iets anders is die mooi vindt. Ik ook gewoon zeggen, vind die mooi. Maar er zijn echt wel reacties dat mensen echt wel reageren eigenlijk.
De reacties komen nog steeds altijd, nog altijd binnen. Ik heb even het geluid uitzetten, zodat het zeker niet het geluid in de video komt. Wat wordt hier nog gereageerd? Want ik zeg, ze zijn nog altijd bezig. Soms takelen ze er gewoon mensen in. Dan heb je hier bijvoorbeeld ook van slechte commentaar. Hang jezelf op. Dat vind ik ook zo'n commentaar. Hang jezelf op van... Ja, dat vind ik echt wel erg. Want er zijn echt wel mensen die daar echt denken van... Oké, ik ben niks waard. En die dan uiteindelijk hun eigen ophangen. Dus dat vind ik ook wel heel erg. Dus heel erg eigenlijk op deze manier. Wat hier ook nog staat is bijvoorbeeld van... Ja, ouders hebben jou nooit niet goed opgevoed. Je moest je schamen, dit en dat. Dus hopen dat jij het woord, ik weet niet, ik moet niet doen. Ik heb geen KD-jurk. Bezien gereageerd, dat valt dan eigenlijk nog wel redelijk mee. Dan hebben ze weer het woordje gezegd van hoer. Ik denk dat Kari of ze mag stoppen. Dat hebben ze ook gereageerd. Dan soms zeggen ze ook gewoon dat ze een kans maken, dat valt er nog mee. Kinderen gaan echt een nachtmerrie krijgen van jou als ze jou zo zien. Dat valt eigenlijk nog het meeste mee, want het punt is dat eigenlijk nog maar meevalt eigenlijk van de reacties die erop gepost zijn. Dan is het in het Frans wat ik niet kan lezen. Dan heeft er nog iemand gereageerd, sorry, sorry, sorry. Dat valt dan ook nog mee. Wat hebben we hier nog van commentaar? Ik zeg het, er is ook goede commentaar tussen. Dat wil ik ook wel eens benadrukken. Ook mensen waren die goede commentaar hebben gegeven. Dus dat vind ik ook wel heel tof eigenlijk. Dan iemand die me nog kent van Superfans. Hey, dat vind ik natuurlijk ook superleuk. Want ik beschaam me eigenlijk niet omdat ik ooit heb meegedaan aan Superfans. Het in tegendeel. Want ik ben echt wel trots op dat ik dat heb gedaan eigenlijk. Dus dan heb je hier racist, dat is tegenwoordig ook de mode. Waarom dat heb ik geschreven, dat weet ik niet. Dan hebben ze hier ook nog andere dingen geschreven. Iemand heeft hier ook gewoon letterlijk geschreven, ah, ik dacht dat je gisteren ging ophangen, dat was op een ander filmpje. Je hebt het blijkbaar niet gedaan, dus dat vind ik ook heel erg. Er wordt ook gespot met ja, eigenlijk met iedereen eigenlijk. Dus ook met moslims, maar ook met mensen die transgender zijn. Dat vind ik ook heel erg. Maar er zijn ook even goede reacties. Bijvoorbeeld deze, what the fuck. Mijn reactie is hier, schaam jullie. Verdikken. Ik vind het prachtig. Elk mens is uniek op een eigen manier. Dat vind ik ook goed geschreven. Maar haha, ga je ook auditie doen. Mensen hebben geen respect. Perfect. En ik vind het eigenlijk wel goed dat er ook wel goede reacties tussen staan eigenlijk. Dan mag het zeker vast gezegd worden. Zo leuk om te zien blijven doorgaan waar je van houdt. Dat jij gelukkig maakt. Dus dat vind ik ook wel super leuk, die reacties. Ik zeg het, er zijn heel veel leuke reacties ook. Maar ook heel veel miste dingen eigenlijk. En dat gebeurt wel vaak op TikTok ook. Heb ik ook al gemerkt. Dat het gebeurt, dat er heel veel mensen heel slechte commentaar schrijven. Het maakt me gelukkig om te zien dat jij je amuseert. Respect dat je hier staat. Superleuk gedaan. Meid, let niet op alle rare commentaar. Wat leuk zeg, je ziet er mooi uit. Ga niet haten, man. Wat, en dat ook schreef die meneer van, dat er ook heel veel zelfdoding gebeurt door pesten. Wat je supergoed doet, zo voort. Dus dat is fantastisch. Iedereen heeft gevoelens. Hoe zou jullie deze comment om TikTok te vinden verplaatst in een ander? Je bent een topper. TikTok is gewoon gemeen. Die mensen doen echt die normale reacties. Waarom haten als hij of zij dit leuk vindt? Vibes, jullie vonden de vroege Puma ook leuk. Dus waarom niet? Naast je ziet er goed uit om te zingen. En dan zijn er nog anderen die erop hebben gereageerd. En waarschijnlijk onder deze video ook nog haatreacties gaan krijgen. Maar ik wil even benadrukken. Denk twee keer na voor je reactie geeft. Wat ik nog eens extra wil benadrukken, want je weet nooit of die persoon daar kwetsbaar voor is of niet. En dat kan echt tot de dood leiden. Dus als je iets wilt, niet leuk vindt of je zegt van dit of dat, denk er twee keer voor na
Ook zou je dat in de mensen in gezicht gaan zeggen. Want ik denk als mensen bij zo'n tegenkomen, die mensen die daarop gereageerd hebben, ik denk niet dat ze dat zouden durven schrijven eigenlijk. Totaal niet. Dus ja, ik zeg het. Totaal niet. Het heeft me wel heel veel views gegeven, want het filmpje zelf is ja, echt wel heel veel bekeken. Dus 391,2. En ik heb dus bijna 4.000 volgers, dus dat op zich ook wel heel tof dat dat is gebeurd eigenlijk. Ik ben er heel blij mee. Dus, maar ik wil bij deze video ook gewoon duidelijk maken van kijk, stop gewoon pesten. Is voor niks nodig eigenlijk, totaal niet. Ik heb ook zo'n video's waar ik op TikTok zit waar ik denk van ah, dat is toch maar niks, dat is toch niet leuk om naar te kijken. Die halen ook meestal de meeste views. Dat wil niet zeggen dat mijn video slecht is. Maar dan ga ik ook gewoon doorscrollen of ik geef dat ook gewoon een hart soms zelf. Dus ja, dus ik wil echt wel dat het stopt eigenlijk. Ligt daar wat wakker? Eigenlijk totaal niet. Vroeger wel, vroeger zou je daar heel veel meer aangetrokken hebben en dan zou ik ook gezegd hebben van dit of dat. Nu krijgen ze eigenlijk ook wel een beetje fijn, want ik geef de haters de aandacht. Maar goed, ook door positieve mensen. En ik denk ook als onder andere video's ook nog heb gereageerd. Dus, maar ik heb dus meer dan 5000 berichten gekregen. Dus van haat en van niet-haters. Ik hoop het TikTok, dit komt erop. Gooi mijn telefoon uit het raam. Heel erg, de kinderen kunnen tekst aan buiten. Mensen gaan wandelen op de A40. Dus dat schrijft hier ook nog iemand. Wat heb je nog? Krijg kanker. Ik zie niet in waarom dat je dan moet moeten lachen met kanker. Dus ja, eigenlijk het is gewoon. Ja, eigenlijk gewoon. Het is om te huilen eigenlijk op zich. Alle reacties die ze plaatsen eigenlijk onder een video die eigenlijk heel goed bedoeld is. Want je moet weten op TikTok waren er nog jongens filmpjes die eigenlijk hetzelfde gedaan hebben. Alleen hebben zij niet zelf gezongen, want ik heb dat nog zelf gezongen en daar is eigenlijk voor gekomen eigenlijk dat het gekomen is. Maar dan hebben ze ook onder andere video's gereageerd, onder de video's van Elga, bijvoorbeeld onder mijn video's van Elga die ik gemaakt had. Dan ook, ja, hier nu niet toevallig, dan vertel ik over transgender, dat ik een transgender ben. En dan krijg ik ook heel veel commentaar eigenlijk en ja. Wat de kanker, en nog eens die kanker. Dus ja. Ook gisteren in de live, ik wil daar trouwens mijn moderators nog eens voor bedanken. Al mijn vrienden die mij toen hebben gesteund in die live. Want heel veel mensen zijn ook in de live gekomen. Zijn me ook beginnen steunen eigenlijk. En zo zie je eigenlijk dat je nog heel veel mensen hebt als vrienden eigenlijk. Maar waarom hebben ze eigenlijk gelachen met de video? Omdat ik natuurlijk ja, dit nog hangen heb. Ondanks dat ik eigenlijk voor de rest eigenlijk al bijna een man ben. Hebben ze daar eigenlijk mee gelachen. Dus ze hebben echt wel. Dus ja, ik zeg het. Ik vind het heel erg dat mensen lachen, maar. Ja, je kunt er niet veel tegen doen, ik zal het zo zeggen. Je hebt altijd mensen die haters zijn en je hebt mensen die geen haters zijn, maar ik wil toch even in kaart brengen. En ik hoop alle mensen die de video bekeken hebben, dat die 2 weken gaan nadenken voor ze nog iets gaan schrijven. Want het is echt niet normaal, ik zeg het. Het is echt niet normaal. Dus het is verschrikkelijk. Maar tenslotte daarvan hoop ik echt wel dat jullie allemaal ja, dit een beetje begrijpen. Ik ga de video ook afsluiten. Dus vond je het een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Heb je mij nog niet op TikTok, volg me dan ook. Bolstar/Sil. En ja, hopelijk leren jullie er ook een beetje van. Dus tot ziens.